In 1957 keerde Fangio voor zijn laatste seizoen terug naar Maserati. Het werk waarmee hij zijn roemruchte loopbaan was begonnen. En op de autodroom van Modena test hij zijn wagen. In de loop van de jaren was het uiterlijk, maar vooral het innerlijk van de raceauto sterk veranderd. En de noodzaak om de snellere en lichtere Grand Prix-wagen van na de oorlog op de juiste wijze te hanteren, legde de nadruk op een nog geraffineerder en beheerste wijze van rijden. Fangio, met zijn ijzeren zelfvertrouwen en zijn bijna onnatuurlijke bekwaamheid, beantwoordde hieraan met een vanzelfsprekend gemak. En zo gaf hij zijn naam aan een wijze van rijden die de vorm van een nieuwe wetenschap had aangenomen. 20 jaar tevoren, in 1937, zei de grote Franse coureur Jean-Pierre Vignier over Fangio: "Ik heb in Buenos Aires een schitterende coureur gezien. Als hij eens een echte racewagen onder zich heeft, zal hij daarmee wonderen verrichten." De waarheid van deze voorspelling is ons wel duidelijk geworden.